Goedenavond. Welkom bij de eerste Passepartout na de zomervakantie. In de vakantie werd in de Prinsessenwijk wederom het Houtdorp gebouwd. Het weer was goed en er werd fanatiek geknutseld. Hamers en zagen en druk overleg door kinderen. Dat is het geluid wat je hoort aan de Koningenweg in Nijverdal. De jonge bouwers zijn druk met bijzondere bouwwerken. Het is vandaag thema beach, of dit jaar weer. Dus ja, kunnen we zien, allemaal strandhutjes en barren. Van alles bouwen ze. Alles wat met de beach te maken heeft dus. En daar vallen hutjes en allerlei bouwwerken als huisjes onder. En zie je dat kinderen nog andere variaties bouwen voor de beach? Ja, ze bedenken de bankjes en van die tapkranen voor flessen. En ja, de gekste dingen wat er allemaal mee te maken heeft. Wat vinden de kinderen nou zo leuk aan om deze bouwwerken te maken? Ja, ze zijn lekker met de handen bezig en het spijkeren. En ja, ze bedenken allerlei dingen. Ik hoorde al dat ze bouwtekeningen thuis hadden gemaakt. En ja, dat proberen ze dan na te maken. Dus al zulke dingen. Ja, dit is gewoon leuk. Kinderen zijn er dus al een tijdje mee bezig als ik hoor over bouwtekeningen. Ja. Dat wat ik ook hoor van de kinderen. Ja, die waren al weken van tevoren met elkaar aan het uitdenken. Bouwtekeningen maken, ja. Nou, zie ik hamers, ik zie zagen, ik zie van allerlei soorten gereedschap. Ja, hout met spijkers, ongeluk zit in een klein hoekje. Wat doen jullie daarmee? Ja, we hebben een EHBO-pas binnen. Dus, en als er wat is, dan komen ze bij ons. En dan hebben we sodawater als ze in de spijker hebben gestaan en pleisters. Maar dit jaar valt het nog mee. Eentje heeft er met een hamer zich geslagen en eentje heeft er in de spijker gestaan. Dus dit jaar valt het gelukkig nog mee. Dan zie je dat je wat oudere bouwers hebt, wat jongeren die al langere tijd dit jaar in jaar uit doen. Je ziet ook de wat jongeren. Hoe gaat dat samen met elkaar? Ja, dat gaat hartstikke goed samen. De jongeren of de ouderen helpen de jongeren goed. En als er wat is, ja, of wij helpen mee. En, maar je ziet ook de oudere timmeraars, die helpen de jongeren heel goed. Dat gaat mooi. Nou, wordt het aan het eind van deze week wordt het weer allemaal gesloopt. Wat vinden de kinderen daarvan? Ja, sommigen vinden het niet erg, maar vooral de kleintjes die zeggen die willen het dan graag meenemen naar huis. Maar ja, dat kan niet. En dan vinden de ouders ook niet goed. Dus dan komt er een sorteergrijper en die knijpt alles bij elkaar. En dan gaat het allemaal de container in. Ja, sommigen vinden het niet leuk, maar goed, ja, het kan niet anders. Ouderwets verbranden mag niet meer? Nee, dat mag niet meer. Dus we hebben twee grote containers en daar worden alle hutjes ingegooid. En dan wordt het zo weggebracht. Lekker drankjes, hè? Hebben jullie dat zelf gemaakt allemaal? Ja. En de bar ook allemaal zelf gemaakt? Ja. Mooi, hoor. Ik ben hoor, allemaal. Terwijl er nog druk gewerkt wordt aan het combiplan, is de fietssnelweg F35 alweer geopend. De fietssnelweg werd geopend door Jan Bron van de regio Twente en wethouder Beintema. Door het logo in het fietspad te branden werd de openingshandeling verricht. De F35 onderscheidt zich van andere fietspaden door zijn breedte en het rode asfalt. Fietsers kunnen vanaf de Eversbergweg, waar het nieuwe tracé start, tot aan het zwembad Het Ravijn gebruik maken van deze snelle fietsverbinding. De F35 is ingepast in de nieuwe stationsomgeving. Via de Bouwmeesterstraat en de Piet Heinweg, die nu zijn ingericht als fietsstraat, vervolgt de F35 zijn route naar het zwembad. De fietssnelweg eindigt bij het zwembad en wordt daar weer een normaal fietspad. Er zal nu wel worden gekeken wat er met de nieuwe natuur naast de snelweg gaat gebeuren. Hoi heeft wederom een nieuwe en unieke stap genomen door Hoi Centraal te presenteren. Hoi heeft sinds enkele weken een samenwerking met Zalland Centraal. Deze samenwerking moet leiden tot een breed nieuwsplatform voor kijkers, luisteraars en adverteerders. Maar waarom heeft de Hoi ervoor gekozen om te gaan samenwerken met Zalland Centraal? Om onze publieke taken te optimaliseren willen wij de burgers van de gemeente Hellendoorn zo multimediaal mogelijk informeren, maar ook betrekken en activeren. Nou, je weet, we hebben een radiostation, Hoi FM. We hebben een televisiezender, Hoi TV. We hebben een kabelkrant, Hoi Courier. Maar wat in ons aanbod nog ontbreekt, is een professionele inbreng op internet. En dat is de reden dat we gezegd hebben van, we zoeken een partner. En die partner is Zalland Centraal geworden. Uit de samenwerking is een eerste project bereikt, namelijk de website Hoi Centraal. Maar waarom is deze website er? Wij zijn van mening dat een site een podium moet zijn van de burgers van de gemeente Hellendoorn en niet voor de burgers. Hè. Dus wij vinden niet dat de journalist het nieuws maakt, maar dat de burger zelf het nieuws maakt.
En dat is ook eigenlijk, ik zou bijna zeggen, de roep naar de burger. Hè. Als je nieuws hebt, heb je een mening, heb je wat te vertellen, meld het en wij plaatsen het op de site. Ook hoofdredacteur Harry Kiekenbos van Zandvoort Centraal is blij met de samenwerking. Waarom heeft hij ervoor gekozen om met Hooi in Zee te gaan? Ja, je moet dat commercieel en journalistiek bekijken. Als ik het commercieel bekijk, dan hebben we nu een podium waarin we voor de adverteerder echt alle media kunnen aanbieden. Radio, televisie, krant, de site, maar ook Twitter en Facebook. Dus de ondernemer kunnen we echt het podium aanbieden dat hij altijd overal bij zijn doelgroep terechtkomt. Maar journalistiek gezien vinden wij het ook heel interessant om met lokale omroep samen te werken. Omdat je dan dat multi- en cross-mediale in kunt zetten. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Nieuws is snel. Nieuws is vandaag, nu, op dit moment. En als je met vrijwilligers werkt, dan krijg je dat natuurlijk nooit voor elkaar om zo'n site te exploiteren. Vandaar dat wij een professionele partner zochten en gevonden hebben in Zandvoort Centraal. De site die loopt nu al als een tierenlier, 1000 bezoekers per dag. De krant staat eraan te komen. Wat ons betreft moet dat gevoel van dat multimediale, dat crossmediaal, dat zijn allemaal een beetje kreten vanuit de organisatie. Maar dat moet gaan landen in Hellendoorn Nijverdal. En dan moet iedereen eigenlijk de hele dag bezig zijn met Hooi Centraal. Burgemeester Anneke Raven had zaterdag 31 augustus een hele grote verrassing voor de bijenhoudersvereniging Nijverdal Hellendoorn. Maar ik ben hier niet alleen om u te feliciteren met uw jubileum. Er is een nog veel leukere reden. Ik mag u namelijk vertellen dat het de koning heeft behaagd uw vereniging, de bijenhoudersvereniging Nijverdal Hellendoorn, de koninklijke oorkonde met daarbij de koninklijke erepenning toe te kennen. Afgelopen zaterdag reikte burgemeester Anneke Raven de koninklijke erepenning uit aan de bijenhoudersvereniging Nijverdal Hellendoorn, die dit jaar hun 100-jarig jubileum vieren. De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor verenigingen, stichtingen en instellingen zoals de Bijenhoudersvereniging. Met de erepenning geeft de koning een teken van respect en waardering aan de ontvanger. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van mijn eerste paspartout. Morgen vroeg kunt u vanaf 10 uur luisteren naar Regenbreed op Hooi FM. De presentatie is dan in handen van Guus Lammertink en Klaas van der Hulst. Ik wens u nog een prettig weekend en vullen willen de komende weken.